zorgwerker bij Tara Krietje. Thank you.
Hallo Hilde. Hallo. We hebben vandaag de Drie Koningen voettocht gelopen. Ja. Vertel eens wat over. Nou, we zijn vandaag vertrokken vanuit Bunnik. We hebben om 10 uur een startviering gehad in Bunnik. En daar zijn gelijk de Drie Koningen bij de startviering begonnen. En ze hebben in de viering 3 geschenken meegekregen. Goud, wierook en mirre. Dat zijn altijd de bijzondere geschenken die de koningen bij het kind Jezus neer gaan leggen. En we zijn vanaf Bunnik gaan lopen naar Houten. En daar zijn we heel goed ontvangen met lekkere warme appelstroedel. We hebben even een tussenstop gehad. En toen is de ster weer verder op pad gegaan. En die is nu hier stil gaan staan in Schalkwijk. Zijn we op het eindpunt. En de koningen gaan zometeen in de viering de geschenken bij de kribben in Schalkwijk leggen. Dus dat kun je zometeen in de viering zien, hoe dat gaat. En hebben er een paar mensen meegelopen ook vandaag? Ja, er zijn heel veel mensen die meegelopen hebben. Het wordt steeds meer een parochiebreed gebeuren, wat heel erg leuk is. Ik heb vandaag heel veel mensen gesproken uit het Gooi, uit Wijkbeduursteden, uit Oudijk, uit Bunnik. Dus het wordt steeds meer parochiebreed en dat is erg leuk. Het wordt echt een traditie. En weet je ongeveer hoeveel mensen er meegelopen hebben? Nou, ik denk dat we zo tegen de 150 lopers hebben, zeker. Okay. Dus dat is best heel erg veel. Meer dan vorig jaar.